DNA-leden vinden dat er haast wordt gezet achter de behandeling van het protocol tussen de Republiek Suriname en de Franse Republiek, met het oog op de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana. Dit was het standpunt van diverse leden afgelopen dinsdag in de Nationale Assemblée. Zo haalde NDP-parlementariër Ebu Jones aan dat de haast achter de behandeling van dit protocol waarschijnlijk te maken heeft met een bezoek die de Franse president Emmanuel Macron aan Suriname zal brengen. En een van de zaken waarvan we weten dat mogelijk een reden zou kunnen zijn voor het hebben van haast hiervan en het behandelen in openbaar zonder eerst in comité-generaal te gaan, is om de Fransen te tonen dat daadwerkelijk we bezig zijn met dat ding, zodat de president van Frankrijk, de heer Macron, president Macron, een reden heeft om naar Suriname te komen. Indien het niet waar is, hoor ik graag van die regering. Maar als het waar is, zou dat betekenen dat wij als natie bereid zijn een stuk van onze grondgebied makkelijk weg te geven, alleen om, voorzitter, een bezoek of te kunnen zeggen, ai, Macron Kasranang. Ik hoop niet dat het waar is en ik hoop graag via u van de regering antwoord hierop te geven. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei dat de discussie over de grens met Guyana heel belangrijk is. Hij wil echter niet komen aan het besluit dat het parlement zal moeten nemen. Hij benadrukte verder dat de regering geen geheime agenda heeft met betrekking tot grenskwesties en territoriale issues. Deze kwestie is lange tijd in voorbereiding en heeft dus niks te maken met een al dan niet op handen zijnde bezoek van een Franse president. Laat me dat ook duidelijk stellen. Dat is absoluut niet gerelateerd aan deze issue. Ik wil ook vaststellen met u dat dit inderdaad een discussie is die gaat om de territoriale integriteit van Suriname. En dat vereist altijd een nationale opstelling. Ik wil ook vaststellen, tot slot, dat we in deze hele discussie wel rekening moeten houden waar we over praten. We praten over een vaststelling, een technische vaststelling met betrekking tot de grens aan de oostzijde. Diverse DNA-leden benadrukten dat het parlement samen met de regering moet werken als het gaat om de regeling van de grens tussen Suriname en Frans-Guyana.